zo te zien kan ik hier alleen maar omhoog. Ik heb het, Sam. Ik heb het. Wat dacht je van die keer dat je Dolly redde uit de oefentoren? Dat was maar een oefening, Elvis. Dat is toch geen heldendaad? Oh. Brandwacht, Jansen. Ik las net dat stuk waar Max de IJsberg beklom met 3 tandenstokers en een schoenveter. Oh. En helemaal in zijn eentje. Zeg dat. Die man is echt een superheld. Oh, kon ik me maar een paar echte heldendaden van Sam herinneren. Oh, nee. Had ik maar naar Max geluisterd. Dat scheelde niet veel, zeg. Dank je, Max. Ik was echt even in gevaar. Ik ben bang dat we dat nog steeds zijn. Wat? Voor mij is het geen probleem om hier af te komen. Maar het is te gevaarlijk om jou op mijn nek te nemen. Oh, nee! Zo, we gaan weer naar huis. Waar is Mandy gebleven? Mandy! Mandy Voet! Ze zei dat ze de Piekepolderberg wou gaan beklimmen, juffrouw Chen. Misschien is ze wel daarboven. Oh nee, dan bel ik nu meteen brandweerman Sam. Ik rij naar Piekepolder om hem op te halen. Mandy Voet wordt vermist op de Piekepolderberg. Mandy Voet wordt vermist op de Piekepolderberg! Er wordt een meisje vermist op de Piekepolderberg, Tom. Begrepen. Ik zie haar nog niet, Sam. Geen paniek, we hebben jullie zo beneden. Ze zitten op de noordwand, Tom. Ik ben onderweg. Laat de dubbele gordel zakken, Tom. Ik zie je beneden, Sam. Zie je? Daar gaan we! Zie je nou wel dat ik kan rijden? Net als in de game! Ik hoop wel dat je een brandweerwagen kunt besturen, Norbert! Waarom? Omdat we echt vooruit rijden! Wat? Ah! Maar de belangrijkste eigenschap van een goede brandbestrijder is wel waakzaamheid. Je moet je ogen open houden en goed gefocust zijn. Te allen tijden. Oh, help! Hoe gaat dit raam eigenlijk open? Blijf rustig! Straks trap je nog op het gaspedaal. Wat is dat? Wow, dat ding waar je voet op zit. En Norbert had zo'n zin in dat uitje naar de brandweerkazerne. Hij wil later ook brandweerman worden. Oh, stel je toch eens voor, mijn Norbert brandweerman. Ik zou zo trots zijn. Oh, kijk, daar komt hij net aan met de brandweerwagen. Huh? Norbert rijdt in een Oh nee, ik ga brandweerman Tom bellen. En zo worden jullie dus een echte brandbestrijder. Oh, plaatsrust, pioniers. Zo te zien is er een noodgeval. Norbert Buck rijdt in Jupiter door de straten van Piekepolder. Wat? Norbert Buck rijdt in Jupiter door de straten van Piekepolder? Hoe kan dat? Hij was hier net nog. Ik blijf hier en let wel op de overige pioniers. Kijk uit! Zo ga je naar de kade! Oh nee! We gaan schotel! We gaan alleen maar harder! Ze rijden richting de kade. Ik zal proberen ze af te remmen. Ga jij vast vooruit, Jenny, en sluit de weg af voor al het andere verkeer. Begrepen, Sam. Ja.
rustig. Je moet de motor uitzetten. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Draai de sleutel naar je toe. Kom op, Sam. Hoi, trap op het rempedaal. Welke is dat? Die het meeste links zit. Wat is ook alweer links? De andere kant van rechts. Ik kan er helemaal niet bij. Ach, maar ik doe het wel. Jenny, nog even over die bounty. Niet nu, Elvis. Wat is er gebeurd? Dat wou ik je de hele tijd al vertellen. Ik heb de bounty eruit gedraaid. Het spijt me zo, Jenny. Het is allemaal mijn schuld. Het is wel goed, Elvis. Het is ook mijn fout. Ik had naar je moeten luisteren. Zo te zien kunnen Jenny en Elvis wel eens problemen hebben. Tom, kom meteen met je helikopter. Oké, het touw zit vast aan de motor. Hijs hem maar. Gedaan, Elvis. Ja, maar Jenny, wat moeten we nu doen? Als we die bouten niet hebben, dan krijgen we die motor toch nooit vast aan de boot? Kijk, Sam! Zoeken jullie deze? Oh, dankjewel, Sam! Ik vind het zo erg allemaal en ik wilde jouw raad nog opvolgen, Sam, om kalm te blijven. Ho, maar die rustig aan, Elvis. Op dit moment drijft Mandy op zee rond en wij moeten haar helpen. Je hebt gelijk, Sam. Ik moet nu vooral heel cool en kalm blijven. En klaar. En nu gaan we Mandy redden. Goed zo, Elvis. Dat heb je knap gedaan. Ahoy, Sam! Dat is Mandy. En ze heeft een mast gemaakt van drijfhout. Goed idee. Slimme meid. Kan ik helpen? Dank je, Mandy. Maar Sam heeft ons al geholpen. Ik denk dat Mandy ons maar moet redden. Toch, Jenny? Oh, natuurlijk. Graag, Mandy. Dat zou geweldig zijn. Breng ons thuis, kaptein Mandy. Wat is er aan de hand? Wacht even. Hij zit nog niet vast. De stijger zit nog niet vast. We gaan op het monster af. Oh, nee. Hoorde je dat? Het monster zit onder ons. Oh, Klaas. Oh, rustig. Oh, Sarah, is dat het geluid dat het monster maakte? Zie je? Sarah is doodsbang. Zij weet wat voor geluid het monster maakt. Ja. Huh? Oh, nee. In de blokhut staat een radiozender. Roep brandweerman Sam op. Oké, allemaal. Probeer vooral rustig te blijven. Voor je het weet is Sam hier. Ze dreven midden op het meer en het monster van Piekepolder zit recht onder ze. Een groepje burgers dreef midden op het meer en het monster van Piekepolder zit recht onder ze. Jenny, maak het andere eind van die touw vast aan de drijvende stijger. Oké, Sam. Goed, jongens, luister. Sam sleept jullie nu voorzichtig naar de kant.
Mercurius is niet sterk genoeg. Ik denk dat de stijger ergens achter blijft hangen. Elvis, hou het touw vast. Ik ga onder water. Oh nee. Dan zit dat monster toch? Hij komt, Sam! Zie je wel, Diemertje? Max is niet de enige die verstand heeft van survival. Er is niks meer over om te verbranden. We moeten warm blijven totdat er hulp komt. Ik kijk wel even of er nog iets in de bus ligt. Alsjeblieft, Klaas. Dit brandt wel. Oh, dank je, Norbert. De bus! We zitten op een meer. En het vuur heeft het ijs laten smelten. Achteruit, iedereen! Achteruit! Mijn lievelingsfoto van Norbert ligt nog in de bus. Nu hebben we en geen plaats om te schuilen en geen kampvuur. Als Max niet gauw hulp vindt, zitten we flink in de puree. Noodgeval. De bus is van de weg geraakt en we hebben hulp nodig. Bel alle brandslangen. Klaassen bus is van de weg afgeraakt. Klaassen, bus zit in de problemen. De passagiers hebben onze hulp nodig. Mama, wanneer komt er iemand om ons te redden? Heel snel. Luister, daar zijn ze! Het is brandweerman Sam! Elvis, zorg ervoor dat iedereen op een veilige afstand blijft. Jenny, hou jij je gereed in Jupiter. Iedereen achteruit! De takel is bevestigd. Jenny, rij achteruit om de takel wat te helpen. Zal ik doen, Sam? Ja, het lukt. Nou, laten we maar wat thee zetten om ervoor te zorgen dat iedereen warm wordt. Oh, Klaas, je hebt hem gered. Huh? Wat gered? Mijn lievelingsfoto. Oh, je wist hoe dierbaar die me was. Oh, Klaas. Je bent een echte held, hoor. Ik moet er niet aan denken dat ik die kwijtraak. Het is Norbert als baby. Met zijn blote billen. Max, ik moet je nageven. Goed van je om ondanks de storm hulp te gaan halen. Dat was heel erg dapper. Ach, wat zal ik zeggen, Klaas. Dapper is me op het lijf geschreven. Kijk, daar komen ze. Hé, mam. Hebben we alles niet mooi versierd? Het ziet er prachtig uit. Dat hebben jullie goed gedaan. Dat is echt iets heel bijzonders. Oh, zo'n trein heb ik niet meer gezien sinds ik klein was. Kijk, Lily, dat is een stoomtrein. Ook. Nee, Lily, dat is stoom. Ook. Zei er iemand rook? Mama, er staat iets in brand. Nee, als de watertoren omvalt, dan verplettert die de trein. Achteruit allemaal! Ik wil brandweerman Sam! Is er brand op het nieuwe treinstation? Er is brand op het nieuwe treinstation! Goed, blijf vooral kalm. Het gewicht van het water in de toren is vast enorm, zodat de toren elk moment kan omvallen. Elvis, spuit water op de voet van de toren. Jenny, rij Venus naar de voorkant van de trein. Ja, begrepen, Sam.
Blijf maar bij opa. Goed, achteruit, Jenny. Kom op, Jenny. De brand is geblust, Sam, maar hij gaat wel om. Al mijn werk voor niks. Ach, papa. De trein is gered. Jenny heeft hem nog net op tijd weten weg te slepen. Goed gedaan, Jenny. Heel goed. En vooral jij bedankt, Lily. Als jij er niet was geweest, hadden we die brand nooit op tijd gezien. Sam, als de trein nog heel is, kan ons ritje dan toch gewoon doorgaan, opa? Ik ben bang van niet, jongen. Er zit nog niet genoeg water in de ketel. Wacht, ik heb een idee. Als u water nodig heeft, Jupiter vult die ketel wel. Dat vind ik nou een superbriljant idee. Dat vind ik ook, Elvis. Dan kan de opening dus toch nog doorgaan. En de Piekepolder Express is een geweldige aanwist voor Piekepolder. Maar jullie zijn het vast wel met me eens als ik zeg dat onze eigen Jupiter de held van de dag is. Ja!